Ik denk dat we een aardig team hebben. We hebben een balans tussen jonge spelers en wat oudere spelers. Sinds een nieuwe trainer er is, Patrick Kluivert, spelen we ook heel anders. Veel positiespel en ja, we scoren makkelijk, vooral begin van het seizoen. En ja, ik denk dat we zo makkelijk wedstrijden winnen. Ja, ik keek toch wel, op het begin keek ik wel tegen hem op. Zo van, Patrick Kluivert is mijn nieuwe trainer. En op het begin kon ik het niet geloven, want vroeger was het de held van mij. En ja, uiteindelijk zie je hem gewoon als je trainer. En langzamerhand dan wen je eraan. En dan vind je het eigenlijk normaal. Hop, vooruit, vooruit. Chris. In je rug. Kijk, kijk, komt hij uit. Nu, 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 nu. Kort. Hier, heb je hem. Goed zo. Positiespel, dat is heel belangrijk voor hem. En ja, hij wil gewoon graag dat we elke wedstrijd domineren. En dat brengt hij ook over aan ons. Goed, dat is het. Nou, Chris is een hele bepalende speler. Heeft in het begin van het seizoen veel voor de A1 gespeeld. Maar we zagen al vroeg dat hij zeg maar een extra prikkel nodig had om hoger op te spelen. En ik denk wat wij hebben gezien, dat heeft hij ook waargemaakt. En op dit moment is hij een van de vaste spelers in mijn team. Met heel veel kwaliteiten. Wat te zeggen, hij speelt onder de 19 in het Nederlands elftal. Nou, dat wil ook wel wat zeggen. En die uitstraling die heeft hij. Het is een jongen uit Syrië met een bepaalde cultuur. En hij is zo trots. En ja, dat is mooi om mee te werken om zo'n jongen ook beter te maken. Ik ben vorig jaar ben ik een keer meegegaan naar Krakau. En mocht ik eraan ruiken, zeg maar. En ik denk dat ik goed op weg ben. En als ik zo blijf doorgaan, dat ik dan wel kans krijg. Ja, ik denk dat we goed moeten blijven voetballen. En we moeten niet laks gaan worden of nonchalant. En denken van ja, het komt vanzelf. Want iedereen wil nu van ons winnen, omdat we bovenaan staan. En dat is, ja, dat is gewoon goed voor ons, want dan moeten wij ons weer motiveren elke wedstrijd. Hey!